Habibi, kom te Dubai. Mensen, de 20 zwindler loopt hier. Simon Leviev. Simon Leviev is je ziel, mannen. And we'll party like we're 17. Morning y'all! Vandaag is de dag dat we op reis vertrekken. En ik kan het niet geloven, ik ben net wakker. Dus ik ga me eerst klaarmaken. Mijn kamer is gestort, maar letterlijk gestort. Dus ik ga dat eerst opruimen. Ik ga mijn koffer vullen, mijn handbagage maken. Mijn was die ik nog heb gedaan opplooien. En dan kunnen we vertrekken. Oké, de tijd is hier aan het wegtikken. Ik heb nog 2 uren. En dan is een taxi hier om naar de luchthaven te gaan. Wat ben ik nu aan het doen? Dat is eigenlijk, ik heb heel mijn kamer nog gekuist. Nog een keer extra, sinds zaterdag. Nu ben ik het stom aan het afdoen. Ik heb mijn bagage geteld. Geteld, weet wel, mijn lijstje van de vorige vlog. Ik heb alles nageteld, alles erin gestoken. Dus ik ben zeker niks vergeten. Ik moet juist nog een schierapparaat in mijn bagage steken. En mijn gsm wisselen van hoesje. Want die hoesjes, ik zweer je dat. Kijk. Heb mijn oud hoesje. Dat is zo geel geworden. En dan heb ik de nieuw. Dus ik ga dat nieuw erop steken. Kwestie dat het allemaal een beetje in orde is. Hè? En ook een nieuwe screen protector voor mijn Apple Watch. Dus dat moet ik nog doen. Dus kijk, ik ga nu nog een beetje af. Oké, ik heb mijn airport outfit aan. Ewa drerri, showman. Kunnen jullie dat zien? Je weet die of why. Kast het stuk, wat gebeurt er? We gaan naar die paspoortcontrole. En die vent zegt tegen mij en Jamisja. Van ja, huwelijksreis. Wij zo, nee, we bij dat is dom te lachen. En die vent zo, het kan toch, hè? Of is het onmogelijk? En Jamisja zo, nee, nee, wij zijn gewoon vrienden. En jij zo, ah ja, omdat jullie zo lachen. En wij zo, ah ja, wij zijn lukken, jongens. Dat was dood awkward. Mevrouw had geen QR-code, dus dat we nog grappig te aanmaken. Ze stond daar zo. Moet je niet aan die paal bestellen? Ik zie staan daar toch zo'n McDonald's schermen? Nee, ik kan dat niet zien. Ik heb niks gezien. Ik heb dat gewoon rondlekker gezien. Ik ga mee gaan. 10 euro voor mijn broodje. 10 fucking euro. Een kwartje stokbrood met wat kieken. Die wc's zijn hier doodvuil. Het is nu 2 uur en 30 minuten. Mijn compagnon. Geeuwt. Als je afvraagt hoe dan ze eten aan boord brengen. Container omhoog, eten erin. Ewa mensen, we zijn aangekomen. Lego, Lego. Back to the roots. Ja, bon, het is hier dus terug lekker in Istanbul. Dat is weer scheet verstappen, hè. En we hadden in Istanbul ook gehad en ze zegt dat is omdat ik mee ben. Habibi, kom to Dubai.
Mensen, de 20 zwindler loopt hier, Simon Leviev. Simon Leviev is gezien, mannen. Oké, mensen, we zijn intussen in Dubai. Surprise, we zijn in Dubai. Maar het is nu zo, ik ga de video hier afsluiten. Ik weet, het is een super raar moment, we zijn net aangekomen. Maar ik maak vlogs per dag, niet per twee dagen. En we hebben een nachtvlucht genomen. Dus de situatie is in de volgende video. Dan zien jullie het eigenlijk het vervolg op deze video. Omdat dat een nieuwe dag is. Ik weet, het allemaal super complex. Maar kijk, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Reed zeker niet om duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dat niet hebt. Want dan kan ik meer video's maken. En dan hoop ik jullie graag terug te zien in een nieuwe video. Adios, bitches.